bent voor Way of Living weer aan de Costa Blanca. Want ja, Spanje blijft natuurlijk gewoon mijn favoriete vakantiebestemming voor Nederlanders. En dat maakt het nou juist ook zo interessant om juist hier te investeren in vastgoed. Ik ben dit keer uitgenodigd door Moraga Immo. En ik ga kennis maken met hun gezellige team. Maar ze hebben ook gevraagd of ik aanwezig wil zijn bij de opening van hun nieuwe kantoor. Nou, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Sanne is beland aan de zuidelijke Costa Blanca om precies te zijn in het charmante, landelijk gelegen stadje Dolores. Het plaatsje staat bekend om zijn vredige levensstijl en wat historische architectuur. En er is een nieuw project in aanbouw. Daar heeft ze vandaag voor het feestje afgesproken met Lisa van Moraga in de modelwoning van het nieuwe complex. Lisa, je hebt me uitgenodigd bij deze modelwoning. Maar waarom wilde je me per se deze laten zien? Wel, omdat als je vergelijkt met andere woningen hier in Spanje, heeft deze toch nog die mediterraanse stijl. Het is ook heel modern, maar ja, ik vind het er wel heel knus en gezellig uitzien. Ja, je hebt alle voordelen van een moderne woning. Grote ramen, dus veel licht en alle comfort. Maar kan je nou ook je eigen touch geven? Stel je zegt, ik wil die keuken bijvoorbeeld anders. Mag dat dan? Je kan hier nog heel veel materialen aanpassen. Persoonlijk maken, de keuken, de vloertegels, de balken kan je nog een extra mediterraanse twist geven. Maar de leukste vind ik de tuin. Daar kan je extra beplanting aan toevoegen. Je kan het heel groen maken, heel exotisch. En over welke prijs hebben we het dan? Welke vraagprijs? De vanafprijzen zijn €429.000. En dat is zoals deze woning met 3 slaapkamers. Ja, maar dan heb je er ook nog een onderkeldering extra bij, waar je nog eventueel een gastenverblijf kan maken. Je hebt het bedrijf Moraga Immo samen met Esther. Wat is jullie kracht? Wel, Esther heeft het eerste contact met de klanten in Nederland. En wanneer ze hier dan toekomen in Spanje, dan begeleid ik hen samen met het team. We hebben eigenlijk alles in huis. Zowel een financiële afdeling, een juridische afdeling. Maar wat ons echt sterk maakt, dat is de verhuur. Die doen we er ook bij. En nou weet ik dat Esther en jij nichtjes zijn. Maakt het wel heel persoonlijk. Ja, klopt. We kennen elkaar door dik en dun. En we spreken bovendien ook heel veel talen. Nederlands, Spaans natuurlijk, Frans, Duits en zelfs Grieks. Dat meen je niet. Ja, en daardoor kunnen we heel veel klanten begeleiden, omdat die taal toch wel heel belangrijk is. Vanavond is jullie feestje, de opening van jullie kantoor. Ik heb er zin in. We bestaan ondertussen 5 jaar. We zijn enorm gegroeid en daar hoort dan natuurlijk ook een nieuw kantoor bij. Nou, goede reden. Ik zie jullie vanavond gezellig. Heel fijn. Zowel Lisa als mede-eigenaar en oprichter Esther brachten een groot deel van hun jeugd door in en rond Torrevieja. Hun diepgaande kennis van de regio's Alicante en Murcia en hun vastgoedkennis maakt hen dan ook in korte tijd erg succesvol, waardoor er snel een nieuw kantoor moest komen. Esther, nu staan we dan. Jullie opening van het nieuwe kantoor en 5-jarig bestaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voel je je? Ja, geweldig. Gewoon, we zijn gewoon enorm trots dat we dit bereikt hebben. Eigenlijk op 5 jaar tijd dat ik hier kan staan. Samen met onze klanten en onze aannemers waar we mee samenwerken. Dat geeft me een heel goed gevoel. Nou, ik zie hier achter mij een waanzinnig buffet, ontzettend uitgebreid. Is dat normaal hier in Spanje? Dat is eigenlijk de traditie van in Spanje. Dus als er een opening is, dan werkt het zo in Spanje. We hebben ook aan onze Nederlandse klanten gedacht. Dus we hebben ook een kaasbuffet voorzien. En zolang iedereen ervan kan genieten, zijn we heel blij ermee. Nou, ik sprak net al wat Nederlanders, want ik vroeg me af, wie heb je allemaal uitgenodigd? We hebben onze klanten allemaal uitgenodigd, want zonder hun hadden we dit niet bereikt natuurlijk. Nee, nou, het is ontzettend gezellig. Ik zeg cheers. Cheers. Oh, waar god, kijk nou, al die kazen. Ja, de twee Vlaamse nichtjes staan bekend om hun degelijke aanpak en uitvoering, Sanne. Wauw, wat een keuze allemaal. Maar hou je jezelf nog een beetje in of blijf je opscheppen? Ja, dat willen we wel. En wat willen we nog meer? Ja, en volgens mij voor nu wel even genoeg. Ziet dit er mooi uit allemaal. Gisteravond was een topavond. Lekker gedanst, drankjes gedronken, gegeten. En Esther en Lisa hebben mij gevraagd om naar de haven van Torrevieja te komen om mee te gaan varen. Topdag! Goedemorgen! Goedemorgen! Hallo! Zo, is het laat geworden gisteren? Wat denk je zo? Tot in de vroege uurtjes. Ah, dat dacht ik al. Welkom aan boord!
De gele Costa Blanca heeft ongeveer een oppervlakte van 6000 vierkante kilometer. Heeft 1,3 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 30% niet uit Spanje komt. Ja, ik snap wel waarom. Hoppa. Dat klinkt goed. Ja. Zo. Ik denk dat is een seintje om te komen. Posten. Nou, wat een heerlijke dagen hebben we gehad. Proost. Wat zeg je hier in Spanje? Salud. Smaakt goed. Nou, wil jij meer informatie over het bedrijf Moraga Imo of iets dat je hier gezien hebt in de omgeving? Ga dan eventjes naar onze website rtl.nl/wayofliving. Ja, en het leuke is, we moeten ook nog terugvaren. Dus wij blijven hier nog even. Cheers. En wil je de nichtjes ontmoeten? Binnenkort zijn ze aanwezig op de Second Home Expo in Den Bosch.